McDonald. Finnegan with Hesselink! They've done it! Jan Finnegan of Hesselink answers the Celtic SOS! Save our season! They are still in the title race! And yet again, it's a case of better late than never under Gordon Strachan, who looks like he's going to get the better of Walter Smith at last. Vanochtend vroeg opgestaan. Om 5 uur moest ik al mijn bed uit. En ja, we moesten om 6 uur aanwezig zijn bij PSV. En toen zijn we met de bus naar Amsterdam gegaan, Schiphol. Hebben we daar nog gezeten op Schiphol. En toen hebben we een vliegtuig gepakt en waren we om ongeveer 12 uur hier. We gaan nu rustig op de kamer wat rusten. We moeten 4:30 weer beneden zijn. Voor eten, bespreking en dan gaan we naar het stadion. Ja, zo meteen lekker de kamer opzoeken en even rust pakken, want dat hebben we denk ik wel even nodig. Lofie, ja. Ik ben Eko van camera. We gaan winnen vanavond, daar boys. Schotten staan bekend om een harde spel en veel lange ballen, dus we moeten gewoon voetballend eruit zien te komen en gewoon via de combinatie proberen tot een doelpunt te komen, misschien wel meer. Vind jij dat lastig? Want als ik jou een beetje zie, je bent een lichtvoetige voetballer en dan komen er van die reuzen van Schotten tegenover jou. Ja, klopt. In Nederland heb je niet van die spelers die echt gewoon zo hard zijn als hier, dus ik moet proberen mijn spel simpel te houden en niet te veel acties maken en gewoon mijn spel uitvoeren zoals het hoort. Wij moeten gewoon proberen voetballend tussendoor te komen en niet te veel duels op gaan zoeken en gewoon met positiespel doorheen te komen. 2-0 voor ons. Ik denk dat het een wedstrijd wordt in een hoog tempo. Wat beelden en wat wedstrijden gezien van Celtic. Ik verwacht dat ze heel hoog tempo willen hanteren. Snel diepte kiezen. Dus ik heb de jongens gewaarschuwd dat ze snel moeten handelen. En ook vandaag weer, zoals in de andere wedstrijden, moet je vol aan de bak. Zwaarder dan de competitiewedstrijd, maar ook de ervaring inderdaad tegen internationale tegenstanders. Een reis maken, een vliegreis, middag slapen, goed voorbereiden met eten, dan in een stadion weer spelen. Dat zijn gewoon ook de mooie dingen natuurlijk, maar daar word je als speler wel beter van. Welke 11 gaat u starten vanavond? Erik stap in de goal, Joshua Brenet rechtsback, Menno Koch, Rishegli, Bazour, Sander,
linksback. Middenveld is met Mahmoud, Farshad, Thomas Horsten en Elvio rechtsbuiten. In de spits Geraldo en op links Zakaria. Blijkbaar, want een van onze verdedigers hield vast. Ja, hij zelf zegt dat het vrijwel niks was, maar de scheids zag het anders en die legde de bal op de stip. Dus ja, daar kan je niks aan doen. Hè. Blijkbaar heeft Joshua iemand getrokken, zegt de scheids, maar hij zegt van niet. En ja, hij is mijn teamgenoot, dus ik geloof hem. Dus dan heeft hij het niet getrokken. Misschien heeft de scheids gewoon verkeerd gezien. En dus onterecht gefloten, denk ik. Ja, ik hoorde dat eerst een verdediger van ons, die werd eerst aangesproken, dat hij in niet moest vasthouden. Alleen ja, dan heeft hij waarschijnlijk toch gedaan, heeft de scheids ondernomen. Ja, toen is de penalty gekomen. De 2-0 was vanuit de opbouw wilden we rustig opbouwen via het middenveld. Dat was een, we werden onderschept en eigenlijk uit de counter kregen we hem geschoten nog via een beetje erin eigenlijk. Dus dat was ook een beetje klungelig eigenlijk, maar ook weer gewoon slecht tegen slecht opgebouwd. Ja. Ja, dat spreekt ook voor zich. Ja. Dat hoort gewoon bij hoe wij starten. Ja, dan zie je gewoon, dan zie je dat alsof het heel team niet geconcentreerd is, dan zie je dat ook persoonlijke mensen vaak niet geconcentreerd zijn. En dan krijg je dus zulke dingen. Ja. Binnen 20 minuten staan we met 3-0 achter. Het kan gewoon niet als PSV zijn. Er klopt gewoon iets niet. Dat is gewoon, ja. Iedereen zat lekker in zijn phonehotel, iedereen was rustig, we hebben lekker geslapen en ja, we mogen hier om te winnen. En ja, dan sta je na 20 minuten met 3-0 achter, ja, je schrikt er wel van. Ik tenminste schrok er wel van, dat was, ja, is gewoon niet goed. Ja, ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk te coachen en op te peppen en zeggen dat het nog niet klaar is. Ik kreeg een lange bal van Menno, ik liet hem op mijn borst, ik kan vallen op Morai. Morai gaf Zakaria Bakali mee en ik zakte uit in de 16 meter. Ik kreeg hem op mijn linkerbeen, nam hem aan en schoot met rechts in de bovenhoek. Wat zegt de trainer in de rust tegen jullie? Ja, die was natuurlijk heel boos. Hij zegt dat het dramatisch begon natuurlijk. Ja, en dat we gewoon eigenlijk bij het begin moeten beginnen en gewoon gaan voetballen. Op dit niveau kan dat ook niet. Als je bedoelt, de jongens die zijn fysiek sterk, die geven, die spelen thuis, mooi stadion, ja, die geven gewoon 300%. En als wij die dan aankomen op 75% of zo, dan word je gewoon helemaal overlopen. Dus dat kan gewoon niet. En ja, dat zei trainen dus ook gewoon, dat het gewoon een dramatische start was. Dat we gewoon, persoonlijk, dat had eigenlijk wel iedereen kunnen wisselen eigenlijk. Als hij 3-2 kan maken, dan kan je nog heel veel druk uitoefenen de laatste paar minuten. Maar ja, dat lukt dan niet. En dan blijft het 3-1 en wordt het nog moeilijk. Ja. Come on, man. We hebben wel ons best gedaan. En ja, jammer van
weet dan Zakaria met blessure eruit valt en Mootje met de rode kaart. Want ja, dan heb je gewoon twee man minder en dan wordt het moeilijker om tegen 11 man nog gelijk te kunnen maken of te kunnen winnen zelfs. Ja, je kijkt altijd eerst naar jezelf. Wat had ik anders kunnen doen? Ik had gewoon niet naar hem toe kunnen lopen. Ik had gewoon uit de situatie weg moeten blijven. We zitten lekker in, weet je wel. We hebben twee wedstrijden gewonnen. Als wij nu deze hadden gewonnen, dan zaten wij gewoon lekker in een race, zeg maar. Dan hadden wij drie wedstrijden gewonnen uit drie. Ja, dat is prachtig, maar ja, dat hebben we nu niet gedaan. Als je deze avond hier samen zou moeten vatten, hoe zou je dat doen? Even terug naar gisteravond, slotfase, het rode kaartmoment. Wat is er in jouw optiek daar precies gebeurd? Ja, ik had Geraldo, onze spits, die werd getrokken door drie man. En we kregen geen vrije trap. En toen nam iemand anders de bal mee van hun. Ja, en toen maakte ik een overtreding op hem. Ja, wat mij, in mijn optiek ja, was gewoon een duel. En daarna komt die rechtsback van hun komt met zijn hoofd naar mij toe. Ja, en we gewoon hoofd tegen elkaar. En hij gaat expres zo naar achter en scheidt geen mij rood. Nu zou dit zomaar eens jouw einde van de Next Gen Series kunnen zijn. Met nog mooie wedstrijden voor de boeg. Hoe denk je daarover? Ja, klopt. Kopstoten worden meestal wel een paar wedstrijden schorsing. Maar ik hoop dat het misschien maximaal één wedstrijd is. En ja, want er staat Lissabon uit, Aston Villa uit en misschien nog de knock-out fase. Dus ja, ik hoop dat het gewoon licht meevalt en dat ik misschien nou over één wedstrijd weer kan spelen. Gisteren tijdens de wedstrijd. Ik moest tweede helft last, 10 minuten. Ik had een beetje last. En ik had sprinten gedaan en ik voelde iets in mijn lis en ik had pijn. Ik moest gelijk eruit met de trainer. En nu het trainen, dat ging ook niet? Nee, dat ging ook niet. Wat zegt de dokter erover? Hij zegt ik moet 3 weken rust houden tot de volgende wedstrijd tegen Lissabon. Jammer, is echt jammer, want ja, het is een lange reis. Dus ja, nu moeten wij gewoon focussen op die andere drie wedstrijden en alles geven en dan wel winnen.